Zo. Nou. Dan mogen we weer. We gaan eerst gewoon weer eventjes lekker warm worden dus. We beginnen gewoon rustig met lopen. Dan gaan we zo de stappen iets breder maken. En weer wat kleiner. En weer wat breder. En weer gewoon even rustig op de plek. We gaan zo eens even weer schaatsen op de plek. Handen achter de rug. En we maken gewoon een schaatspas. Je gaat mooi de hele kamer door. Opzij. En we moeten ook naar de andere zij. En een beetje schuin achter je hangt ook nog wat. En aan de andere kant ook nog wel. Oké, schud de armen maar eens even lekker los. Benen hebben weer even wat rust gehad, dus die kunnen wel weer. Dus we beginnen eerst eens gewoon met een stap opzij. Aansluit pas en we nemen de armen eigenlijk mee. Stap. Oké, nu tikken we met één been schuin achteraan. Allebei. Tik. Tik. Je mag nog steeds de armen meenemen.
tikken zometeen ook eens schuin naar voren aan. Dus dat is altijd even omschakelen. Naar voren, naar voren. En je mag weer de armen meenemen. Yes. Dus altijd weer eventjes wennen. Oké. Maak het nog even wat lastiger voor de coördinatie. Tikken met één been voor. Maak van mijn rechts voor. Links achter. Rechts voor. Links achter. Voor. Achter. Achter. En we wisselen zometeen eens even om. Dus dan gaan we met links voor, rechts achter. Links voor, rechts achter. Dan proberen we er weer een beetje tempo in te brengen. Yes. Oké. En we komen gewoon weer eens even op de plek staan. Kom soms op de tenen. En blijven op de tenen staan. We lopen een stukje naar voren. Op de tenen. En een stukje naar achteren. Stukje opzij. En naar de andere kant. Terug naar het midden. En we gaan nog een keer naar voren. En terug. Een stukje naar rechts. Een stukje naar links. Terug naar het midden. En zak maar weer eens omlaag op je hele voet. Gaan we zo meteen ook eens even proberen op de hielen. Vaak net iets lastiger qua balans. Dus in plaats van dat je op je tenen gaat staan, ga je op je hielen staan. En probeer je eens een klein stukje naar voren te lopen. En ook weer naar achter. Je tenen raken de grond dus niet. Stappen ook wat opzij. En weer naar de andere kant. Nog een stukje naar voren. En naar achteren. Dan naar links. En terug naar het midden. Oké. Schud eventjes de voeten een beetje los. Het kan wat gaan verkrampen. Dus dit is vaak wel even nodig. Gaat nog goed? Ja? Dat is helemaal goed. Dan wachten we heel even. Dan gaan we zo meteen verder met de squats. Zo blijven we nu nog even rustig in beweging. Zet rustig stapjes opzij. Okay. Gaan we zo eerst eens verder met de squats. Die mag je voor je stoel doen als je dat wil. We gaan wat wijde squats maken. Dus je zet de benen echt wel een stukje uit elkaar zoals je ziet. En je zakt met je billen richting je stoel. En weer terug omhoog. Je gaat net niet helemaal zitten en gaat dan weer terug omhoog. Zak omlaag en omhoog. Nog een keer.
Probeer goed je billen aan te spannen, goed je benen aan te spannen. En omlaag. Op nummer 642, de verzoening van Boeiengroep en Irene Tonner uit Den Bosch, die zegt: 1989, we kenden elkaar net en waren snorverliefd. We gingen naar een concert van Frank Boeien in Eindhoven. Kun je nog een aanmaak noemen? Yes. Het concert was prachtig en het nummer zeker ook. De NPO Radio 2, tot 2000. En ik voeg nog toe, herinnering aan die belofte. We doen het nou om 3 keer. Veel mooier. Dan wil ik natuurlijk beter. Zak omlaag. Ja, past goed, toch? En omhoog, nog 2. Het klinkt een beetje als een soort smeekbeden. En er staat nog wel wat op het spel. De ware liefde. Nog 1. Dan geen wonder dat heel veel andere artiesten dit nummer ook hebben gezongen. Want mooi is het. Okay, en we gaan eens even helemaal zitten. Maar we draaien wel gelijk de stoel eventjes om. Als dat lukt. Gaan we achterstevoren op de stoel zitten. Zeg, kan iemand die deze wereld brengen maken? Het elastiek. Doe je gehoord van hem en er zullen om de leuning heen. Michael Jackson, Heal the World. Mooi rechtop zitten, schouders mooi laag. En je trekt het elastiek eigenlijk naar je toe. Schouderbladen naar elkaar toe. En trek het elastiek wat aan. Yes. Zo. Hoe strakker je het elastiek vasthoudt, hoe zwaarder die natuurlijk wordt. Dus heb je nou het idee dat die erg zwaar is, pak hem gewoon iets losser vast. Even lekker hangen. Kunnen we ondertussen nog even wat voor de benen doen als we er toch zitten. Om en om strekken we de benen dus wat uit naar voren. Hou hem even vast. Gaan we door naar de andere kant. Strek hem uit naar voren. Trek je tenen wat naar je toe. En hou je rug mooi recht. Nog een keer de linkerkant. Trek je tenen weg naar je toe. Zul je wel in je bovenbeen voelen. En nog een keer de andere kant. Top. Even weer staande benen. Goed. Voor de armen. Gaan we zometeen eigenlijk nog een keer hetzelfde doen, alleen net deden we 2 armen tegelijk. Nu doen we hem eens om en om. En je draait echt een stukje mee, net het elastiek. Dus dan komt die rug ook lekker wat in beweging. Zijn dat je er een beetje duizelig van wordt, doe het dan gewoon wat langzamer. Elke kant nog 1 keer. En rust. Oké. We gaan weer eens even staan. Stoel mag weer omgedraaid worden. Elastiek kan je even aan de kant, die heb je eventjes niet nodig. Ja, we gaan gewoon eens naast onze stoel staan. Je mag je wat vasthouden als dat nodig is. We gaan zo meteen eerst eens even met het rechterbeen zwaaien we wat naar voren. En strekken we helemaal uit naar achter, zo ver als je kunt.
Dus naar voren. Zo ver als je kunt naar achter. Liefst met zo min mogelijk steun. Dan wordt het ook gelijk een beetje een balansoefening wat meer. Strek uit. Een keer. Zet je voet er even bij. Gaan we zo hetzelfde doen voor de andere kant. Als je het makkelijk vindt, mag je ook aan de andere kant van de stoel gaan staan. Hou je weer een beetje vast als dat nodig is. Strek nu met je andere been wat uit naar voren. En zo ver als je kan naar achteren. Een keer nog. Oké. En even rust. Schud de benen wat los. Je kunt hem wat voelen bij de heupen. De spieren rond te hard werken. We gaan zo meteen even wat meer voor de balans doen. Dus we zetten de ene voet wat voor de andere voet. Als je dat lukt, als dat te lastig is, mag je ze natuurlijk ook ietsje uit elkaar zetten. Ik zet ze wel voor elkaar neer. Probeer eerst even je balans te vinden. Het helpt al als je je knieën niet helemaal op slot zet, maar gewoon lekker ontspannen staat. Gaan we eens proberen om zo ver mogelijk van links naar rechts te buigen. Ja. Zo ver mogelijk. Opzij. Okay. Kom eens overeind. De armen eens in de lucht en buigen we zo ver mogelijk van links naar rechts en van links naar rechts. I'm Josie. Hi. Nee, ik had er een mailtje achteraan gestuurd. Het was 2:00. Oh, oké, dan ben ik te laat. Ja, niks aan doen. Het wordt gefilmd. Bedankt. En laat de armen maar rustig zakken. Gaan we eens eventjes de voeten omwisselen. Dus de voet die je net achter had, zet je nu voor neer. Als je stevig staat, mag je weer eens echt zo ver als je kunt. Laag van links naar rechts buigen, zonder te vallen. Dat is wel een belangrijk detail. Netjes. Oké, ik piebel er zelf ook bij. Komen we weer terug overeind. Doen we weer de handen in de lucht. En gaan we nu weer eens van links naar rechts. Yes. Kan er best wel knap gevaarlijk worden. Taylor Swift heeft er net eentje over hem uitgebracht. Deed winnen, hè, want het gaat natuurlijk allemaal wel heel subtiel. Nou, Michelle Dan uit Zevenbergen heeft daar helemaal geen last van. Want zij zegt de mooiste man in de muziekwereld met de mooiste teksten en lekkerste gitaarspel. Nou, over de volgende dan, maar zeg hey, kom
maar weer eens overeind. Laat je voeten gewoon zo staan. Mag je eens proberen? Om zo ver mogelijk over je linker en over je rechter schouder heen te kijken. Maar de tijdloosheid van het nummer verklaart het allemaal. Zo zegt hij. En moet je nagaan, 1492. Rustig van links naar rechts. Niet te snel. 1492, dat is de titelsong van de film 1492, Conquest of Paradise uit 1492 dus. Want de gelegenheid van de ontdekking van Amerika door Columbus, precies 500 jaar daarvoor. Hier volgt al die eeuwen nadien op. En zet de voeten maar gewoon eens naast elkaar neer. Schud wederom. Nog eens lekker los. Laatste wat we gaan doen. Hou de stoel vast. We gingen net van voor naar achter met de been, maar we gaan al wat naar de zijkant. En als het lukt, mag je hem ook echt wat terug naar binnen toe zwaaien. Dus naar de zijkant. En wat naar binnen. Voor je andere been langs. En we wisselen zo even van been. Dus probeer verder mooi rechtop te blijven. Beweeg je been zo ver als je kan naar buiten toe. En naar binnen. Eén keer. En zet je voeten maar neer. Oké. Schud weer lekker los. Dan gaan we zo meteen alweer rekken en strekken. Dus waar we mee beginnen, we hebben wel goed op de kuiten wat te pakken gehad. Dus we zetten het ene been, zetten we wat voor het andere been neer. En hou de hiel van je achterste been aan de grond. Probeer er echt wat rek op te brengen. En wissel zo even van kant. Kom rustig terug omhoog. Zet de benen wat uit elkaar en beweeg rustig van links naar rechts, zo ver als dat je kunt hebben. Blijven zo wat met de benen wat wijd staan. We strekken gewoon even helemaal uit omhoog. En rustig helemaal naar beneden. Helemaal omhoog. En zo ver als je kunt naar beneden. Een beetje met de armen tussen de benen door. En omlaag. En nog eens. Laat rustig de armen zakken. Zet de handen even in de zij. Draai rustig met de heupen. Mooie grote rondjes.
de andere kant ook op. Blijf hier staan. Buigen eens opzij en neem je arm helemaal mee. Gaan we door naar de andere kant. Nog eens terug. En weer de andere kant op. En weer terug naar het midden. Armen eens helemaal opzij. Trek de schouderbladen naar elkaar toe. Boos mooi vooruit. Kin vooruit. Hou hem eens even vast. Adem rustig door. Dan maak je weer wat klein. Strek je helemaal uit. En als je je klein maakt, mag je uitademen. Bij het opstrekken adem je in. En adem uit. Nog één keer. En uit. Oké. Zwaai nog even lekker met je arm. Hang lekker los. Laat hem gewoon mooi naar beneden toe vallen. En de andere kant. Alles weer even lekker los. Ademen we zo diep in. Brengen we de armen omhoog. En op een uitademing ga je naar beneden. Laat je lekker slap hangen. Adem in, omhoog. En uit, naar beneden. Nog één keer, een diepe inademing. En uit. Top!